Zo, dag man. Hallo. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Jou? Ja. Nou, we zijn erbij gekomen omdat wij een keer gingen hockeyen. Ja. En toen had ik geloven dat de bal de hele tijd bij ons in de put ging. En dat vonden we allebei heel vervelend. Dus toen hebben we de gemeente gebeld om te vragen of er misschien ergens plaats was voor een hockeyveldje. En dat was eerst dat we daar konden vragen, maar dat kon niet. En toen was hier nog vlek. Dus toen kon het wel hier. En toen is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan. En toen was het er al heel snel. Zoals er vier mensen. Ja? En daarachter is het water. Daarachter is het water. Daar ligt ook hier water. Eef! Oh, kijk, wat is het? We hebben natuurlijk heel erg het best gedaan en daarom wil ik het woord geven aan de wethouder Jacqueline Verbeek. Ja, vandaag is eigenlijk het feestje van Carlijn en Sarah. Want zij tweeën zijn de initiatiefnemers van wat een echt kinderveldje geworden is. Maart vorig jaar zijn jullie mee begonnen en jullie hebben ontzettend veel werk. Sarah en Carlijn, kijk eens even aan mij. Ja.